Hey, mijn naam is Steven Brunswijk. In mijn podcast gaan we het hebben over de vrijheid van de grap. Wat kan nog wel gezegd worden? En wat kan er niet meer gezegd worden? En als het niet gezegd kan worden, waarom niet dan? Dit alles ga ik bespreken met de allergrappigste mensen van Nederland. De allergrappigste mensen van Nederland. Jonathan, the man. Ja, fijn om hier te zijn, uh, Steven. Yes man, ik vind het top dat je er bent. Uh, je bent natuurlijk uitgesproken vaak. Zeker. Uh, je bent uitgesproken, uh, staat ook vaak op het podium. Uh, kan je vaak zien spelen in Comedy City, uh, Den Haag. Ja. Um, ik heb je uitgenodigd omdat je dus zo uitgesproken bent. Um, de podcast heet dus De Vrijheid van de Grap. Ja. Ja, ik merk gewoon, ja. Ik zit niet zo lang in het comedyvak, een jaar of tien. Maar er zijn gasten die er dertig jaar in zitten. Maar eh, voor mijn gevoel liggen we onder een vergroot ik ik, vergrootglas. Ik weet niet of het altijd zo geweest is. Maar dat is mijn gevoel. Wat zeg jij jouw gevoel? Nou, mijn gevoel is dat het zeker uh, waar is. Uh, het hele punt is dat we nu echt in een tijd leven waar je dus niet meer grappen mag maken over bepaalde mensen. En dat heeft te maken met die hele wow-cultuur, die hele cancel-cultuur die er is uitgerold de laatste tijd. Wat vind je van die cultuur? Nou, die cultuur is gewoon belachelijk, omdat het hele punt is dat je juist grappen mag maken over iedereen. En als je niet over iedereen grappen mag maken, dat betekent dat je eigenlijk een bepaalde groep betuttelt in deze samenleving. En daar hebben we tegenwoordig een heel groot handje van. Daar ben ik het wel mee eens, ja. Ik vind dat... Maar moet je... Je moet je overal een grap over kunnen maken. Ja, over alles. Geen enkele grens. Er zijn geen grenzen in comedy. En ik zie ook comedy ook niet als grappen maken en leuk doen. Want dan ben je eigenlijk een soort circusdier die alleen maar wil jongleren. En een soort van mensen wil vermaken. Nee, comedy gaat over de helft moet lachen en de helft moet het walgelijk vinden. Dat is letterlijk de, de visie ook van Patrice O'Neill in Amerika. Ik weet niet of je hem kent. Zeker wel. Nou, Patrice O'Neill, dat was de dat, dat was real deal. Zeg maar Al die comedians die je nu hebt, uh, Bill Burr, uh, de Chappelle enzovoort, zitten allemaal in een de Netflix vibe, dus een soort van uh, ja, hoe zeg je dat toch wel ingekaderd. Dus bijvoorbeeld laat zo zeggen heb je ooit een Netflix special gezien van een pro Donald Trump comedian? Uh, nee. Nee, want die zeiden niet, want je bent dan buiten de kaders. Buiten de kaders van het publieke debat, wat geaccepteerd is. Je mag alleen maar binnen de kaders praten. Dus over transgenders mag je prima grappen maken. Tuurlijk, je krijgt kritiek, je krijgt een hele walm over wat er ook over je heen. Maar uiteindelijk word je dan niet gecanceld voor transgendergrappen. Ja. Maar over alles wat je anders doet. Bijvoorbeeld, stel je voor, je bent tegen. Bijvoorbeeld Dat is de reden waarom ik ook uh, niet meer optreed bij op Comedy City in Den Haag. En bij alle andere comedyclubs, omdat ze allemaal hebben meegedaan. In die fucking lockdown waar we in zaten, ja. Toen met die QR-codes die in één keer werden, werden ingevoerd. Ik deed ja, mee klopt. aan het Groningse Cabaret Festival. Ik had net een afspraak met een bepaald impresariaat van... Nou, oké, okay, halve finale. Bla, bla, Beetje naambekendheid. En dan op een gegeven moment dan kan je de theatertours in. Nou, toen kwam die QR-maatschappij. En ik zei, hier ga ik niet aan meedoen. Maar het probleem is, ik ben natuurlijk geen bekende artiest. Dus als ik als bekende artiest zou zeggen, ik doe niet aan mee. Dan krijg je heel veel steun van mensen en dan... Word je alleen maar groter, eigenlijk. Hè? Omdat ja. heel veel mensen het er ook niet mee eens waren. Maar wat ik toen heb gedaan, is ben weggelopen zonder enkele naastbekendheid. Ja. <laughs> en toen vielen al mijn optredens weg helemaal niks meer. En heel veel artiesten kwamen naar me toe... die zeiden van, ja, Jonathan, waarom loop je weg? Want nu heb je geen optrainers meer. En toen zei ik van... ja, maar het gaat niet over optrainers Het gaat over grondrechten. En daar heb ik toen nee tegen gezegd. En al die mensen die nu zeggen, ja, het is over. Nou, het is helemaal niet over. Binnenkort zitten we weer in lockdown. En dan zie ik wel weer welke artiesten... wel of niet hun rug recht houden. Ja, ja. Want daar dat kan ik in meekomen. Omdat... Um, het is lastig, hè. Het like so, is lastig. Want... Je hebt, ik, ik heb natuurlijk een hypotheek te betalen... En aan de andere kant, los van het betalen van de hypotheek, uh, op een podium staan. Ik had het met Roé ook door over, Roé en uh, ja. maatje van me. De, uh, het, is een, het, is een, het is een passie, hè. Het is heel leuk om op een podium te staan en je passie uit te oefenen. Als dan de overheid komt met een QR-code en een QR-maatschappij. Oké, okay, uh, ik vond het ook fucked up. Maar de reden waarom ik bleef spelen was niet omdat ik daar aan mee wilde doen. Omdat die passie zo... Het is zo leuk. En jij weet hoe leuk het is om op een podium te staan. En daarmee wil ik niet aangeven dat ik daar aan mee wil doen. Tuurlijk doe je daar dan wel aan mee. Voor onderscheid wat er gemaakt wordt. Maar het is wel heel tof om op dat podium te staan. Ja, maar jij, jij bent letterlijk de enige die dus helemaal eerlijk is geweest. Uh, dus ja. jij, jij zegt gewoon... Luister, ik heb een hypotheek te betalen... Ik ben het ook niet mee eens, maar mijn passie is zo groot. Ik doe dit. Ja, klopt. Dat is straight to the point. Dat is gewoon heel eerlijk. Dat is kwetsbaar opstellen ook, hè? Want je laat zien van hé, hey, ik zit vast. Ja. Dat is ook bijvoorbeeld in die podcast van Tishy Boy. Die ik ook geluisterd, natuurlijk. Ja, ja. Daarom zeg je het heel mooi. Maar luister, ik moet ook aan mijn toekomst denken. Ja. Klopt. Ja, en dat, dat, is, dat is gewoon straight to the point zijn. Maar al die artiesten die zogenaamd het mee eens zijn, maar de stiekem niet mee eens zijn en dat niet uiterlijk uh, gewoon openlijk zeggen, ja, dat is echt gewoon. Uh, ja, dat, zijn, dat zijn voor mij apart, die hebben gewoon een masker op. Echt een masker. Je hebt heel lang natuurlijk op de, op de bühne, je staat nog steeds op de bühne, speel je nog? Ik speel nog zeker. Ik, ik, uh... <laughs> ik speel nu in loodsen en schuren van, uh, van wappies. <laughs> <laughs> Wat is dit nou? Geen comedyclubs meer? Nee, geen comedyclubs meer. Ik ben helemaal klaar mee, joh. Oké. Okay. Nee, nee, ik trek het niet meer. Op een gegeven moment heb ik uh, een comedycollectief opgebouwd. Hard voor humor. Dat is tegen die QR-maatschappij. Maar nog veel groter dan dat, ook tegen die wo Dus ik wil niet te veel hebben over die QR-maatschappij. Want dat is allemaal nu uh, over. Maar uh, het gaat over die wo En het gaat over dat je alle grappen wel... Welke grappen je wel of niet mag maken. En bijvoorbeeld ook in die gemeenschappen. Want ik zit nu eigenlijk in een alternatieve scene. Hè? Dus, ja. Je hebt allemaal mensen die niet gevaccineerd zijn of gevaccineerd en tegen die QR-maatschappij. Nou, die, bijvoorbeeld Tissie Boy heeft ook zo'n publiek. Ja, klopt. En ik zit eigenlijk ook nu in dat vaarwater eigenlijk. En ja. uh, Giederwijs had het ook een beetje. Op een gegeven moment zat je dus in dat vaarwater. En nu treden we letterlijk op voor 40 man, 30 man, soms 70. Weet je, en dan zitten we ergens in een schuur die iemand heeft uitge. uitge bijvoorbeeld had ik een, een optreden in Limburg tijdens de lockdown. Ja. En uh, ik zal het nooit vergeten. Op een gegeven moment uh, zaten we in, die, in een restaurant, stiekem open, weet je allemaal. En op een gegeven moment, uh, ja, toen kwamen die Boas binnen. Ja, en toen? <laughs> nou, toen zei ik, ja, we houden hier de Anne Frankborrel, zei ik toen. Weet je flikker lekker op, joh, weet je. Uh, zei ja. ik, zeggen, wat zijn jullie aan het doen? Ik zeg, ja. Uh, nou, toen zijn we dus uitgeweken naar een man, die was heel rijk in, die, in, die, in het publiek. En die had een garage in Duitsland. Dus de ironie, hè, we zijn gewoon gevlucht. Naar Duitsland als om Nederlander. Op, om grappen nog steeds te kunnen vertellen. Om de grappen nog steeds te kunnen vertellen. Was, zi, zi, ik hoorde je net zeggen: um, uh, grappen die, uh, die je vertelt op podium. Maar zijn er grappen die je, die, je niet meer, die je niet meer vertelt? Zijn het die je vroeger nee, wel het, vertelde, maar nu denk je. Nou. Nee, geen enkele meer. Ik heb uh, nee, nog steeds die Black Lives Matter. Heb ik nog steeds uh, een pleurenceco aan. Omdat het, en waarom heb je daar een hekel aan? Omdat het, het, is, het is virtue singling. Dus je wilt zeg maar, laten zien dat je deugd. En dan ga je maar in naam van anderen. Want uh, ik weet niet of je hebt gekeken op de Dam toen in uh, Black Lives Matter. Ja. Het zijn voornamelijk blanke meisjes uit een Phoenix wijk. Dat viel me wel op dat heel veel witte, witte vrouwen waren. Ja. Dat viel me wel op. Ja. Dat, dat maar jij zegt nog wit, hè? Jij zegt nu wit. Nou, dat heb ik net ook bij de Jerry Smits Smits. Uh, ook een collega van ons. Ik zeg wit en zwart, omdat het allemaal die discussie over... Ik ben bruin, of ik ben blank. Wit-zwart is toch ook yin-yang? Dat hoort in balans te zijn, toch? Dus ik zeg altijd wit-zwart. Dat is veel makkelijker. Dan hebben we geen discussie meer. Ik ben ook niet zwart, nee. Ik ben bruin, maar goed. Ja, ik heb altijd geleerd. Je zegt niet zwart over iemand... En je zegt ook niet wit over iemand. Je zegt al oh, donker gekleurd of je zegt uh, blank. Maar volgens mij zijn we juist in taal nog verder aan het polariseren. Omdat je dan van donker helemaal naar zwart en van blank helemaal naar wit. Dus je trekt het juist nog verder uit elkaar. En daar ben ik dus op tegen. Maar tegelijkertijd is ying en yang wel perfect in evenwicht. Wit-zwart. Ja, maar ja, wat ben ik dan? <laughs> Jij bent uh, zwart. Ik ben een bounty volgens de black community. Uh, iemand die uh, blank van binnen is. Maar, maar dat uh, was ik ook. Hè. Ik maakte ook heel veel grappen. Alleen bij mij was het zo... Uh, mijn oude artiestenaam was natuurlijk Bravo Neger. En ik maakte grappen over alles en nog wat. Ook over de Surinaamse cultuur en de Surinaamse gemeenschap. En werd niet altijd in dank afgenomen. Maar het ging me niet zozeer daarom. Ik ben wel iemand die... Um, het ging me niet om het feit dat ik... Ik ben nooit bedreigd hoor, dat niet. Uh, maar... Ik had heel, heel veel tegenspraak, altijd. Tegenspraak is prima. Wat zeggen ze dan? Uh, Bounty, Uncle Tom. Uncle of, Tom, um, ja. Uncle Tom hoorde ik vaak, ja. Maar ik, ik ben natuurlijk wel behoorlijk Surinaams. Maar dat zagen ze natuurlijk nooit. Ik spreek vloeiend Surinaams. Ik heb alleen maar Surinaamse vrienden. Dus uh, ik zat in een Surinaamse bubbel in Tilburg. Maar dat, de spraak van mij, het filmpje, was hartstikke Brabants. Maar tegelijkertijd ben ik ook iemand... Dat heb ik van mijn ouders geleerd. Om altijd een beetje... Uh, bruggen te bouwen. Dus ben, ik ben een komiek die een bruggenbouwer is. Ja. Dat mensen me, daar moet, dan moet mijn humor altijd een beetje uit bestaan. Uh, mijn ideale theaterbeeld is ook uh, wit, zwart, blank, uh, donkerbruin. Weet ik veel wat ik moet zeggen, maar wit, zwart in de zaal, allemaal gemixt door elkaar heen en niet alleen maar wit, niet alleen maar zwart, maar alles ertussen en alles. Dat is mijn ideale publiek. Um, dus ik, zo ben ik wel, maar jou, jij. Jij geeft aan van goh. Uh, Black Lives Matter. Um, pleur is zeker aan. Maar dat is eigenlijk. Is het Black Lives Matter ook. Iets moois toch? Eigenlijk. Uh, wat is er mooi aan, precies? Maar de... <laughs> die is een kill. Nou, wat er mooi aan is. Is dat we. Het be, uh, het, uh, bereiken. dat. de pijn van een ander terechtkomt bij iemand die het nooit meemaakt. Ja. Dus in principe. als ik. kijk, ik ben daarmee opgegroeid. en racisme zit een beetje. Mee. Met de paplepel ingegoten, zeg maar. Daar hebben we ja, vaak zoiets ja. meegemaakt die shit. Um, dus ik ben het sterk door geworden. Ik ben eruit gekomen. Maar er zijn heel veel mensen die daar nog steeds last van hebben. En ook heel veel mensen die daaraan werken. Maar als dan een andere groep. in dit geval de meerderheid. Hè, want de witte groep in Nederland is de meerderheid. als die dan als heel veel daarvan zeggen. goh, ik wist niet dat het zo zat, man. Ik voel je pijn. oprecht of niet oprecht, dat weet ik niet. Maar snap je wat ik wil zeggen? Dat het, dat, dat het eigenlijk toch wel iets moois. Toch? Ja, maar ik vind die racismekaart zo irritant. Omdat je dan jezelf in, in een slachtofferpositie zet. En, uh, yeah. ja, kijk, veel mensen die direct door de getriggerd Want die zeggen: Ik ben is slachtoffer. Het is gewoon wat ik meemaak en wat ik voel. Dus dat begrijp ik ook wel. Alleen, bijvoorbeeld, een goed voorbeeld. Kijk wat mensen ook niet van mij weten. Uh, wat ze noemen mij Bounty, Uncle Tom. Ik heb een keer een grap gemaakt over zwarte vrouwen. Vond ik zelf niet zo'n goede grap achteraf. Maar dat was ook een try-out. Dus daarom ja. probeer je die grap oh, uit. Het was die grap waarbij je aangaf: um, shit. Ja, laat, laat mij het maar zeggen. Jij, ja, jij maar. hebt uh, uh, nog iets te verliezen. Nee, nee. Ik zei op podium... Kijk, mensen moeten ook weten... Ik kom van de Hans Steeuwen, Theo van Gogh, Pim Fortuynhoek. Daar, ja. daar kom ik vandaan. Zeg maar. Dus ik, ik, ik ben eigenlijk een, een, een boze witte man eigenlijk. In, in, in een bruin jasje, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ja. dat, dat is wat ik ben. Heel interessant, ja. Dus vanuit mijn perspectief... Ja, ik maakte toen een grap over... Ik, ik, wat mij opviel... Wat ik was keek, de grap ja. ja? ik keek naar al mijn exen en ik zag dat ik alleen met blanke vrouwen ging. Ja. Oké, okay, vond ik opvallend. Dus ik denk, oké, okay, waarom val ik niet met zwarte vrouwen? Mijn eigen moeder is zwart, dus ik zei van, <laughs> ik zei van, op het podium, kijk, dit is echt de Hans Teeuwen stijl hè, eigenlijk, hè, Ja, niet ja, zo ja. bruut zeggen. Om het publiek te laten schrikken. en daarna te nuanceren. door een, 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 een zin daarna te zeggen. Waardoor je denkt: van, oh, oké, okay, je, okay. uh, je, 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 je. hebt geen hekel aan zwarte mensen. Maar wat zei ik. en de formulering was verkeerd. Alleen ik zei dus. Ik, uh, ik zei wel: mag ik eerlijk zijn tegen het publiek? Nou, mag ik eerlijk zijn? Nou ja, ja. Dan zeg ik: van. Kijk, ik vind zwarte vrouwen. vind ik. zeker lelijk. Ja. En niet om hun karakter. maar gewoon hoe ze eruit zien. Het hele publiek stil, woedend. Gewoon kijken van, wat de fuck zeg jij nou weer? Ja, ja, ja. En dan, dan laat ik die pauze vallen dan zeg ik... alleen ik moet het nog uitleggen aan mijn moeder. En daar kwam die lach al iedere dag van... oh, natuurlijk, jij hebt geen hekel aan zwarte vrouwen... want je eigen moeder is zwart. Daar ging die hele grap ja, over. Ja, oké. Okay. Alleen, wat de donkere community mij verweet... ja, maar je nuanceert niet dat je ze lelijk vindt in die grap. Dat, mm -hmm. nua dat stukje nuanceert je niet. Oké, oké. Maar je... Het is niet zo, maar het is natuurlijk niet zo dat je zwarte vrouw echt lelijk vindt. Nee, ik val er niet op. Oké, okay, ik vind het altijd een, een aparte uitspraak. Um, want ik zelf, ik heb een witte vrouw. En ik val op, toevallig op een witte vrouw. Maar ik heb ook zwarte vriendinnetjes gehad, exen. Nou goed, is uiteindelijk niet geworden wat het moest worden dan. Dus ik ben uh. wel letterlijk op alles gevallen. Turkse, Marokkaanse dame, alles. Uh. Um, dus nu ben ik gelukkig, witte vrouw. Maar... Ik zou nooit kunnen zeggen dat ik niet op dat type val. Omdat ik ze niet allemaal gezien heb. Snap je wat ik wil zeggen? Je hebt ze niet allemaal gezien. Dus je hebt, hebt het hele Afrikaans continent gezien. Je hebt alle vrouwen op het Afrikaans continent gezien. En je vindt ze allemaal lelijk. Niet alleen het Afrikaans continent, de hele wereld. Hetzelfde als gasten die zeggen: Ik vind alle politieagenten vage vale flikkers, man. Dat betekent dat je met elke politieagent een issue hebt gehad. Dat kan niet. Ja, maar. In comedy zeg je het altijd generaliserend. Je kan niet zeggen van: ja, een paar, dat, 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 dat zwakte, het hele statement zwakte dan af. Dus dat is ook het punt waarom mensen, bijvoorbeeld als je zegt van: ja, bijvoorbeeld Hans Deel zegt op het podium: bijvoorbeeld, uh, alle vrouwen zijn uh, hoeren. Ja. Iedereen weet, niet alle vrouwen alleen. Zeker een groot aantal wel. Ja, okay. dus dat, dat is wat Hans Steeuwen zegt. Ja, oké. Okay. Maar als iemand dan in het publiek zou zeggen: Ja, maar meneer, het is niet, niet alle vrouwen. Dan, 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 dan haal je de vrijheid van expressie weg. Je haalt de. De, de, de kunstenaar wilt zijn gevoel uiten. Dus bijvoorbeeld, ze zeggen altijd: uh, Facts don't care about your feelings, weet je. Ja. Of freedom of speech, zeggen ze altijd. Ja, maar okay. bij comedy is het precies andersom. Feelings don't care about facts. Dus het kan wel zo zijn dat. Uh, ik zeg maar wat, uh, dat, dat de meerderheid van, weet ik veel wat... Ik zeg maar wat, uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat... Er is een kleine minderheid, uh, blank Nederland, die racistisch is. Ja. Nou, dat zou goed kunnen. Dat is dan misschien wel een feit, hè? Mm -hmm. Alleen, als jij op podium dat anders verwoordt... Dan kunnen mensen wel zeggen, ja, maar statistisch gezien... Nee, zo voelt het voor mij. Ja, dat, dat, dat iedereen okay. racistisch is. Zo voelt het voor mij. Maar zo, zo kan je dat zeggen. Goed dat je dat zegt, meerderheid en minderheid... Want um, ik vond het een hele interessante: ik weet niet tegen welke collega ik dat zei, maar als, jij, als er een hele grote groep is die de meerderheid vormt, dan kun jij als minderheid eigenlijk niet racistisch zijn. Die moest ik uitleggen toen. Ik zeg omdat als de overgrote deel, in dit geval de witte groep in Nederland, als die wat uh, zeggen. En die zijn het dan eens met elkaar, dan heb je een beweging. Ja, maar hier gaat al mis, want dus, dus, dus je categoriseert de meerderheid puur op basis van een huiskleur en de minderheid puur op basis van een huiskleur. Nee, ik bedoel, ik wil zeggen dat ik vind. Het is een theorie die ik bij je neer wil leggen. Um, als jij een hele grote groep hebt en die grote groep is een witte groep en die bepaalt. Eigenlijk wat er gebeurt. Als Zwarte Piet neemt bijvoorbeeld. die bepalen van. Uh, Zwarte Piet uh, is niet racistisch, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, dan is hij ook niet racistisch. Maar als er een klein deel. de minderheid dus. het daar niet mee eens is, dan verandert er ook niks. Maar als, die grote deel, als dat grote deel aangeeft van. ja, ik vind het niet chill, inderdaad. dan, dan verandert er iets. Dus. Um, toen legde ik ook op tafel. dat betekent dus dat die kleine groep. eigenlijk niet racistisch kan zijn, omdat. Dat, omdat het niks verandert. Dat nou, ik wel zeggen. Ja, maar, maar, maar waarom vieren ze dan in Curaçao nog steeds Zwarte Piet? Ja, dat heeft dus te maken met het feit dat Nederland daar heel, nog, heel lang nog rand gelopen heeft. Hoe lang is Curaçao onafhankelijk nu? Met 10 jaar, 15, zoiets. Niet langer. Ja, maar in ieder geval. Er zou toch wel vast wel een beweging zijn daar die zegt: hé, nee, zwarte Piet kan niet. Dat is er ook. Ja, maar de meerderheid van de donkere mensen daar, want de meerderheid is daar donker, die, die viert het blijkbaar wel. Dus die meerderheid valt niet te categoriseren in huidskleur. Het valt in bepaalde individuen die bepaalde meningen hebben. Ja, dat dus klopt. Maar dat betekent, omdat wat ik al zeg, er is een hele grote groep die nog steeds voor is, maar dat komt. En Suriname is het ook later op gang gekomen. Suriname is het later van: hé, hey, wat man. En toen is het later, nou is het kinderdag. Dat nou is het oh, het ze zijn wel weg. vaak later. We staan wel heel vaak laat, ja, dat wel. Ja. Maar dat heeft dus te maken met het feit dat Nederland heeft daar heel lang de dienst uitgemaakt. Dus, snap je? Dus als je dan het zelf moet gaan doen, dan moet je achter dingen gaan komen. En dit was er eentje van. En Curaçao, 100% vraagt over 20, 30 jaar weer. En dan ziet het er heel anders uit. 100%. En er zijn ook... Ik ken genoeg Antoianen die zeggen, nee man, ik ben niet van die dingen. Toen was het vroeger vierde. En dit is geen ramp, het is een ontwikkeling. Het is een proces. Je kunt niet van de ene op het andere moment... Hey, fuck. Ik denk dat het ze aangepraat is door, door, de, door, door, door de media en continu die focus op Zwarte Piet, wel of niet. Terwijl uit heel veel peilingen bleek ook in, in 2015 van één van dagen, en die zijn uh, tegen Zwarte Piet als redactie zijn, zeggen ze dat ook, hè, tegen Zwarte Piet. Uit peilingen bleek gewoon dat de meeste Surinaamse Antoianen het geen probleem vonden. Het is een blank probleem. Van blanke meisjes in de Phoenixwijk die nog nooit met donkere mensen om zijn gegaan. en die gaan nu in één keer in naam van donkere mensen. zeg maar het White Savior syndroom noemen ze het ook wel eens. weet je wel dat 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 dat. dat, dat, dat blanke mensen dan zogenaamd minderheden willen redden. Dat, 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 daar gaat het continu over. Minderheden ja. redden. Nou goed dat je het zegt. Um, want die peilingen van één vandaag. <laughs> met alle respect, maar. de Surinamers die je kent. nul. Er is er letterlijk geen één, dus ik weet niet welke ze nou, spreken. Uh, Coilies bijvoorbeeld. Ja, daar zeg je weer iets. Maar hindustanen <laughs> bedoel je? Oh hindustanen, ja sorry. Ja, nee, nee, het is niet eigenlijk niet hè? Coilies. Ik zeg altijd oh, spleetogen, koelies, uh, haakneuzen, uh, <laughs> schapen, uh, weet ik veel, uh, witte, uh, bleekscheten. Ik. ik ben tegen iedereen racistisch. Ja, ik. Maar het, 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 doe je dan, doe je dat? Dat doe je ook in je uh, jokes. Ja. Uh, maar. Doe je dan? dan heb ik een interessant? Ik heb wat stellingen. Um, um, ben je liever? Um, heb je ex, liever extreem rechtse humor of extreem linkse humor? Uh, als je moest kiezen. Als ik moet kiezen. Op dit moment vind ik de dominante mening extreem links. Dus daardoor zou ik kiezen voor extreem rechts, omdat comedy altijd tegendraad zijn. Ja, omdat comedy altijd tegen, tegenin gaat. Je gaat er tegenin. En dan zou je voor extreem-rechtse uh, mag kiezen? Ja, tegen oh, okay. tege, tege het narratief in. Dat, dat, dat is comedy. Tegen, als iedereen vindt, uh, uh, weet ik veel, als de hele regering iets vindt, dan gaat de naarde tegenin. Als het hele publiek iets vindt, dan vind het als een comedian dat het je plicht is eigenlijk om ook tegen dat narratief van het publiek in te gaan. Als het publiek allemaal, weet ik veel, uh, pro-Black Lives Matter is, dan, ja. dan zeg even iets wat er tegen is. Even kijken hoe ze reageren. Ja, of we willen met z'n allen gaan jong leren en zeggen: Ja, het publiek uh, is te dom om uh, humor te begrijpen. En dan gaan we maar lekker, uh, ja, lekker jong leren. Gaan we lekker uh, okay. iedereen van maken. Heel harde humor en mega grappig, maar het is niet verbindend. Of hele brave humor. Het is een beetje grappig, maar je brengt mensen wel echt bij elkaar. Waar zou je voor kiezen? Ik kan die stelling niet beantwoorden. Omdat? Omdat uh, de eerste keuze, harde humor, maar niet verbindend. Ik denk ja. dat harde humor juist wel verbindend is. Oké, okay, maar dus... stel, Stel, het verbindt niet. Je hebt heel veel... Kijk naar uh, de grap die je maakte over uh, zwarte vrouwen. Ja, uh... Die niet goed viel. De, de bedoeling was dus om te verbinden, of uh, denk ik dan? Of was de bedoeling nee, om achter mijn die perspectief grap... uit te leggen van uh, gewoon de gedachtegang van waarom val ik niet op zwarte vrouwen? Dat wilde ik gewoon uh, expressen, dus uh, uiten. En dat deed ik dan misschien op een lompe manier. Maar uh, dat is ook een try out Dus het hele idee van comedy is ook dat we worden betaald voor de poging om grappig te zijn. En niet voor de garantie dat het grappig is. Want je kan niet garanderen dat het dat is grappig zeg, is. Dat is zeker waar. Ja. Patrice Nil zei een hele mooie quote: uh, een goede grap en een slechte grap, die komen voort uit hetzelfde. Ze komen voort uit de poging om grappig te zijn. Dus hij streed juist voor het recht om het recht op pogingen. Te, te wagen om alles grappig te maken. wat je maar kan bedenken. En als het niet grappig is. hé, hey, we gaan weer verder. Geen probleem. We gaan niet meer ja. cancelen. of wat dan ook. Dus deze blijft een beetje in het midden. Maar... Ja, maar als ik dan moet kiezen. Hè, dus harde grappen. Dan, dan niet verbindend. Dan, uh, dan, blijf, dan blijf je wel trouw aan jezelf. Want je hebt een harde grap in je hoofd. Die jij vindt hem zelf grappig. en dan uit je dat. Dus okay. dan liever okay. niet verbindend. Kijk, dan. Kijk, um, nou, ik zal hem in een stelling plaatsen. Altijd grappen overal. Uh, overal. Over kunnen maken, maar wel altijd over je schouder kijken. Of altijd goed afwegen hoe je je woorden gebruikt voor een grap, maar wel vrij op straat kunnen lopen. Ja, goede vraag. Kijk op zich uh, ideaal het eerste. Alleen het probleem is wel dat ik, ik op zich op podium ben ik best wel nou, niet clean, maar ook veel van jeugd en zo en uh, andere dingen. Maar ik zou wel altijd de communie verdedigen die die, die keuze wel maakt, zeg maar. Dus bijvoorbeeld over de islam mag je bijvoorbeeld geen grappen maken. Zou je ik, dat ik, doen? Ik, ik durf dat niet. Ben ik te lap maar van. jij zegt net, ik maak overal grappen over gewoon. Ik ben ja. keihard, ik ben racistisch naar iedereen. Maar de islam sla je over. Ja, de islam sla ik over, ja. Ik, Even mijn... op, op camera sla ik die over, ja. In de zaal kan dat wel. Maar... Mijn reden om het niet te doen, en dat is niet omdat... Uh, uit angst of zo. Nee, het voor mij is het uit respect. Want ik heb heel veel Marokkaanse vrienden. Um, ik heb Turkse vrienden, die zouden dat heel vervelend vinden. Ik ben opgegroeid, Tilburg Noord. Tilburg Noord was vroeger een achterstandswijk. Uh, maar tegenwoordig valt mee. Uh, 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 ik uh, voel wat met moslims. Dus dat zou dan voor jou een reden ook kunnen zijn. Als je die jongens goed kent. Voor mij is het geen reden om het te doen. Nee, als okay. die jongens. Uh, uh, ik, kijk, ik, bij hun zou ik die grap wel kunnen maken. Bij omdat hun ze mij maar kennen. Op camera. Omdat zou ik... ze mij kennen. Nee, maar uh, omdat. Kijk, als een moslim die mij ziet en, en ik maak een grap over een moslim, en zij kennen mij niet, zij weten niet dat ik gewoon met voetbal... dat ik in de schilderswijk ben opgegroeid, dat mijn vaderskant uh, joods is, dat mijn moederskant de, moeder's de donkervrouw uit Colombia is, die geïmporteer, van geïmporteerde slaven komen. Hè. Dus ja. ik heb ook slavenbloed, ik heb jodenbloed. Uh, kan je nagaan, ik ben ook nog ongevaccineerd, hè? dus wat voor kut leven heb je dan? Heel ja, niet? ja, 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 ja. Dus, ja. Snap je wat ik bedoel? Eh, ik heb op blanke scholen gezeten. Ik heb op zwarte scholen gezeten. Ik heb op de universiteit gezeten. Ik heb op het hbo gezeten. Ik heb op het mbo gezeten. Ik heb overal in een samenleving heb ik wel gezeten. Ja. Ik ben echt een fucking parasiet. Ik kom overal. Gewoon fucking overal kom ik. Maar dat, die context is nog niet duidelijk genoeg naar de buitenwereld. Nee, maar dat waardoor... zal ook nooit gebeuren. In die context kun je nooit op camera nee, goed uitleggen. Ja, tenzij een documentaire maakt en iedereen het verplicht te kijken. Dan kan iedereen zien van oké, okay, zo kijk jij ernaar. En dan zou je dat soort grappen denk ik eerder kunnen maken. Ik maar, vind het wel interessant dat je humor, dat die sla je wel over. Ja, dat is puur... Uh, nou, die sla ik niet over in, in de zaal. Dus in de zaal zou ik dat niet overslaan. Als er een camera op staat, zou je, dan doe je het niet. Nee, omdat... Uh, nou, we hebben gezien wat met T.F. van is gebeurd. We hebben gezien uh, daarmee dat... dat, dat dat, dat, dat lukt gewoon niet. Maar trekt hey, het, het zou, je wel? Kijk, mij trekt het niet. Het zou Kijk, moeten heb... kunnen. Oh, Hans Theo had een mooie quote daarover. Want die durft het ook niet. Hans uh, Theo deed vroeger wel humor daarover. Want hij daar had de grap over Allah gemaakt. Maar, ik, ja, ik, maar denk, ik denk niet dat hij die grap nu nog gaat hij, maken. Maar ja, zijn beste vriend Theo is natuurlijk neergestoken midden op straat. Doodgeschoten. Ja. Dus dat was voor hem op een gegeven moment van: hey, de samenleving verandert. En dit doe ik niet. Maar hij zei iets heel moois. Hij zei eigenlijk: moet elke comedian, als dat gebeurt, uh, moet dan grappen maken over de islam. Weet je waarom? Hij zei: uh, risicospreiding. <laughs> dat zei hij. <die>. Risicospreiding. <laughs> zeg maar, ja. want als, je, als er maar één iemand is die het doet, ja, dan pank, uh, klaar. Maar als iedereen het zou doen, ja, ga, je, ga, ga je iedereen doodschieten? Nee, dan zullen ze niet iedereen doodschieten. Nee, maar nee, dus, ik bedoel ja. meer te zeggen: het, uh, als iemand heel erg ergens van houdt. Heel erg. Dan, nu is het dan de islam. Maar dan, dan, zou ik dan, dan, zou ik daar, dan zou ik daar geen grap. Als iemand daar heel, heel, heel erg veel waarde aan hecht. Wat maakt het verschil uit als ik er grap over maak? Houdt iemand dan minder van dat ding dan? Nee, maar de, kijk, als je die persoon kwetst, dat zou niet uit moeten maken. Maar het trekt mij als persoon niet. Ik zeg niet dat andere comedians het niet mo wel of niet mogen doen. Ik zeg alleen: de, 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 wat is de reden. Dat, je, dat, dat de joke tot stand komt, snap je? Wat is de reden erachter dat je die grap over de islam moet gaan maken? En voor mij is de reden waarom ik het niet doe, wat ik al zei, is dus omdat ik dus heel veel vrienden heb die moslim zijn. En daar ben ik mee opgeroeid met die jongens. Die zie ik nog steeds. Dus die vinden dat niet tof. Die vinden dat niet fijn. Uh, die, die gasten zitten heel vaak in de moskee, uh, hebben een jalebba aan. Ja. Dus die zijn daar heel bewust mee bezig. Dus ik doe het niet. Maar als een ander dat wil doen, dan is dat die persoon zijn keuze. Snap je? Dus ik vind wel dat je overal grappen over moet maken. Alleen het doel moet er wel zijn. Het moet niet een grap zijn van... Ja, je moet gewoon overal grappen over kunnen maken. Nee. Wat is het doel van je grap? En zet hem ook goed weg. Ja, de, de, de vraag is, is er überhaupt een doel in die grap? Is er überhaupt een nou, doel? Moet er een doel zijn bij een grap? Behalve dan het komische effect. Nou, ik vind wel dat er meer achter moet zitten dan alleen het komische effect. Een grap moet ja. eigenlijk... Uh, tuurlijk lukt dat niet. Tuurlijk hebben we allemaal simpele uh, poep en plas grappen. en dat is wel alleen humor. Maar ik denk uiteindelijk is het wel super tof als je een grap neer kan zetten waarbij mensen of gaan nadenken, waarbij je mensen raakt. Als het over uh, racisme gaat en het raakt mij, dan vind ik dan vind ik toffer als gewoon lachen om poep en plas grappen. Ik Lig helemaal krom, tuurlijk. Maar ik vind het wel tof als die. Grap 1, shit man. Ja, yeah. daar, daar is denk ik elke comedian bijna wel mee eens dat je dus. Liever een grap met inhoud heb dan, uh, dan, dan, dan zonder. Toch? Ja, ik denk dat je dat, dat, dat wel wil toch? Altijd. Ja. ja, en dat maakt niet uit wat de inhoud is, als er maar een inhoudelijke gedachte achter zit. Dat, dat word je, je het liefst. Ja, hoe tof is het als je van het podium afkomt en er is iemand die uh, tegen jou zegt: hey Jonathan, uh, die ene grap net, ja. je me echt gepakt daarmee, man. Van, van hem zo goed. Dat is toch dat is super. Ja, dat, dat heb ik met Black Lives Matter uh, wel eens gehad hoor. Oh, dat ja. blanke mensen naar me toe kwamen die voor Black Lives Matter waren. En uh, ik heb ze er vanaf geholpen. Nee, ook met trots zegt hij het ook. Ik heb ze er vanaf geholpen. Ja, ik heb ja, ze er echt ja. vanaf geholpen. Van die Black Lives Matter is toch een hele mooie movement. Kijk, dat niet iedereen voor de juiste uh, beweegredenen er zit. Daar ben ik het vast al mee eens. Ja, je wordt maar... ook weer merchandise petten verkocht. Allemaal verdienmodellen. Joh. Weet je, het is ook een... Op een gegeven moment verdienen ze eraan. En het probleem daarmee is... Dat ze dus op een gegeven moment uh, het in stand moeten houden... Om dat inkomen te behouden. Dus racisme mag nooit opgelost worden. We hebben nu... Uh, roetveegpieten volgens mij toe op dit moment. Ja. Ik, ik heb het allemaal niet meer gevolgd de laatste tijd, maar we hebben nu roetveegpieten. In ieder geval, het doel is geslaagd. Zwarte Piet is in principe qua nationaal feestdag, natuurlijk in bepaalde prof. Maar dat vind ik ook zo typisch. Hè? En dan zitten mensen in Friesland. En die willen Zwarte Piet gewoon zo behouden. Zoals zij. Maar nationaal is het dus al, de overwinning is al beklonken. Ja. Hè? Roetveegpiet, het is er nu. En uh, nou, uh, raar voor aquatie, geweldig jongen. Je hebt het echt goed gedaan. Nou. Maar dan is er een klein groepje in Friesland. Nou, dat zijn nog echt uh, uh, ja, mensen die, die een bepaalde identiteit hebben. En die houden daaraan vast. Maar wat doen we dan? Oké, okay, we hebben nu heel Nederland hebben we nu, uh, omgetoverd tot Roetveegpiet. Maar we gaan dat kleine dorpje daar. Die mensen die daar dat zo graag willen vieren. die gaan we ook nog even, ook nog even demonstreren. Alles moet om. Iedereen moet geloven wat wij vinden. Come on. Laat mensen gewoon in hun eigen decentrale regio nog steeds in ieder geval zijn wie zij willen zijn. Ja, ben ik het, uh, ben ik het niet mee eens. Um, het waarom ze ook gedwongen? Nou, gedwongen, uh, ja. Maar uh, Rosa Parks, Martin Luther King, die moesten ook mensen dwingen tot gedachten. Uh. En dat was, uh, ze moesten achter in de bus zitten, Rosa Parks, die had op een dag zoiets van. Ik ga daar niet zitten. Fuck off. Ik wil gewoon hier blijven zitten. Oh, ik ben weggelopen bij Groningse Cabaret. Festival. Ik ben Rosa Parks van Amateur Cabaret. Dus, uh... Ja, maar is toch een andere... <laughs> Acht aparte wc's voor de zwarte man en de zwarte vrouw. Dat was vroeger. En dat was doodnormaal. Uh. Dat hoort nou eenmaal zo. Als er maar... niemand toen had gezegd van... Hé, hey, laatste pikkie. <laughs> We gaan die shit niet doen Dat is een feit, hè. Zwarte mensen werden gewoon gediscrimineerd vroeger. Uh, apart in de beurs. Nee, ik wil zeggen de niet de alleen zwarte mensen. Elke kleur... Er heeft ooit iemand gezegd van deze shit pik ik niet. Als die persoon dat niet gezegd had, van wit en zwart en alle kleuren tussenin. dan, had je, dan hadden we nooit gestaan op dit punt, snap je? Ja, klopt. Alleen ik heb wel een, een, een bepaalde hypocrisie die ik zie. Dat zag ik ook met die corona-dingen. Dus bijvoorbeeld uh, Black Lives Matter. En dan zie ik heel weinig zwarte mensen bij die corona-demonstraties. Heel raar. In Tilburg ben ik geweest en daar stonden er behoorlijk veel hoor zwarte mensen ja zonder heel veel ja check de foto's erop na zonder heel veel alleen maar ik denk nou, ook ik dat het ben te maken echt naar 100 heeft. geweest uh, als verslaggever uh, ik heb echt heel weinig gezien ik denk echt dat het te maken heeft met het feit kijk de grote meerderheid wat ik zeg de grotere witte groep daarom komt er een verandering omdat een hele grote groep heeft gezien van wow ik had Gerry Smits en Gerry die, uh, die uh, heeft een Marokkaanse vriend uh, uh, Althans, hij heeft een Marokkaanse maat, moet ik zeggen. Anders klinkt het alsof hij homo is, hij boze mij wordt, maar... <laughs> uh, nee, hij heeft een Marokkaanse maatje van hem. En daar stond hij in de kruidvat. En uh, hij kent die jongen pas twee, drie jaar, zei hij. En toen zei hij: um, uh, Netjes, ze moesten de kruidvat verlaten. Maar toen moesten, hij, uh, moesten ze allebei de, de, de tas open doen om te controleren. En toen zei uh, Gerry: hè? Maar Hamza, ik heb nooit mijn tas moeten laten zien bij de kruidvat. En Hamza die zei: Haag jongen. Dit is niks, man. Dit is gewoon de normale zaak van de wereld. En okay. toen zei hij van... Wow, what the fuck, man? Is dit uh. echt vaker? En hij stond er echt van te kijken. Snap je wat ik bedoel? Dus dan wil ik, ja. wil ik aangeven... Het kan zijn dat die grote witte groep... eindelijk inziet van... Wow, what the fuck is hier aan de hand, man? Ja, maar daar heb ik een paar voorbeelden voor. Want ik krijg altijd dit soort voorbeelden. Krijg ik altijd van ja, maar je ziet toch dat die vaker gecontroleerd wordt dan die. of dit soort uh, persoonlijke verhalen. Hè? En, en ik ontken die persoonlijke verhalen niet. Alleen ze gebruiken die persoonlijke verhalen om een soort precedent neer te schetsen. dat dat overal, dat dat gewoon een feit is. dat dat overal in Nederland zo gebeurt. Alleen ik heb een ander voorbeeld. Ik ging met teamgenoten naar, uh, naar, 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 een, naar een discotheek. En uh, ik was gekleed in een uh, wit overhemd, spijkerbroek en wat sneakers. En je teamgenoten waren um, uh, moslims, zei je, Marokkanen? Of, uh... Ja, Surinamers, Marokkanen, alles, alles okay. multicultureel. Uh, dus ik zit daar, uh, nou, ik kom komen uh, twee teamgenoten, heb ik een, nou, naar binnen. En ik kom binnen. Ik ben bruin. Ja, ik kom binnen. Hoe was ik gekleed? Uh, wit overhemd, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een vriend van mij komt niet binnen. En hij kon niet binnen en hij zegt tegen mij: Ja, man, racisme man. Ik word niet binnengelaten. En daar weet hoe ik over denk. Ik zeg. Wat zo racisme? Hij zegt: kijk dan, ik ben uh, niet binnengelaten. Dit, dit. Ik zeg, kijk even hoe je gekleed bent. Hij zegt: wat is er mee dan? Ik zeg: je hebt een Gucci pet aan, je hebt een zonnebril op, je weegt 150 kilo. Je hebt een hele dikke baard. Echt zo echt zo'n Isis-baard, weet je wel. Je hebt uh, een goud horloge om, je hebt een tatoeage in je nek. Uh, je hebt een uh, Gucci handtasje en hmm. je hebt nog uh, uh, allemaal gaten in je spijkerbroek. Uh, zeg maar, laat ik het zo zeggen, een stereotype van dit is een foute gast. Wat niet zo hoeft te zijn. Hè? Dus nee, dus die, nee. Dat hoeft niet zo te zijn. Alleen, het heeft, meer, het heeft met meer te maken dan alleen kleur. Het heeft zeker met meer te maken dan alleen kleur. Alleen dat stukje wat je schetst kan deurbeleid zijn. Kan van alles zijn. Ja, Goor kan deurbeleid zijn. En dus misschien, wel, misschien zijn. was het een tatoeage. Dat maar weet niet ik niet, zo ik was er niet bij. Maar het kan gewoon deurbeleid zijn. Ik heb het over een structureel uh, uh, dingetje in Nederland. En dat ze in kleine gemeentes toch door willen gaan met Zwarte Piet. Uh, ik vind prima, het zal wel. Ik ben gewoon geen voorstander. En vroeger was ik voorstander, tegenwoordig niet meer. Niet omdat ik... Uh, uh, mensen, zeggen, niet mensen zeggen, je bent hypocriet. Nee, dat is, uh, dat, dat is gedrag, hè? je gedrag veranderen. Dat kan, hè? daarom staan wij bovenaan die voedselketen. Maar wij kunnen ook zeggen op een gegeven moment... Hé, hey, dit vind ik niet meer chill... Ik vind het niet tof meer. Ik ben er anders over na gaan denken. Ja. Ik denk nu dit. Dat kan. Dat mag ook. Je maakt het inzichtelijk voor jezelf. Je, oh, je groeit als mens. Nou, dat heb ik meegemaakt. Alleen als het in een kleine gemeente... alsnog gevierd moet worden... dan... Eh, ik denk dat het te maken heeft met... Eh, de onwetendheid. Want als je exact hetzelfde zou doen... en je zou eh, Hitler op een paard zetten... en je laat Joden eromheen dansen... Er wonen niet in zoveel joden in Nederland, dus ja, daar, dan moet je moet eens kijken hoe ze in Israël zouden reageren. Daar hierop. ben ik het helemaal mee eens met die moslims ook. Want vaak als ik zeg van ja, je moet alle grappen kunnen maken, ook over de islam, dan zeggen ze tegen mij van ja, maar als je in Nederland ma grappen maakt over joden, dan ben je in één keer. Uh, dat zeggen die moslims al tegen mij. Ja. Terecht punt. Maar Terecht punt. Zij, zij redeneren zo. Je mag geen grappen maken over joden, dus ook niet over de islam. Ik redeneer zo. Je mag grappen maken over de islam, dus ook over joden. Dus ik sta voor meer vrijheid. Dan dat je het telkens vernauwt. Want als iedereen naar elkaar ja. gaat zeggen: Dit mag niet, dit mag niet. Op een gegeven moment vernauw je het telkens. We hadden laatst ook nog met we een optreden. Uh, we zijn met zes comedians of zo. En dan op een gegeven moment was er één comedian. en die had een grap gemaakt over pedofilie. Mm -hmm. en, uh, zijn vind gap... Ik vind het sowieso wel een slecht idee, maar goed. Ik vind het een prachtig idee. Want het is uh, zo okay. naar. Het is zo naar. Gewoon een, een, een volwassen man. die een kind misbruikt. Het is zo naar. Ja. Nou, geweldig onderwerp om een grap over te maken omdat het zo luguber is. Het is zo... De spanning zit erop. Er is, een, er is een kant tot een volledige ontlading. Als de grap maar goed is. Maar ja, zoals ik al zei, hoe weet je of een grap goed is? En ja, dan merk je aan de reactie van de zaal. Door hem te vertellen. Dus daarom vertellen, sta ik ja. voor het recht om hem te vertellen. Ik ga niet zeggen van ja, als het een goede grap is, dan mag het wel. Nee, het recht om het te vertellen. Daar gaat het om. En vooral in het context van comedy, dan weet iedereen dat het in ieder geval een poging is tot grappig zijn een mooi voorbeeld uh, dat zei je ook heel mooi je zei van uh, ik zal nooit mijn excuses aanbieden voor een grap in een theater ja. uh, als ik het getrajout heb enzovoort. Omdat, heb je van Rouwe geleerd hè? Ja, van heb hebben dat geleerd. Ja. ja. En, en bijvoorbeeld maar toen zei je een mooi bijzinnetje en je zei van uh, maar uh, bijvoorbeeld in een talkshow wat dan ook dan is het anders omdat dan. Heb je hebt de context niet? Uh, ja, de kan... context is anders. Ja. Dus de, die, 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 die voelde ik wel weet je wat? Dat ik dacht van oh, oké okay. maar op podium. Er zijn ja. geen grenzen. Maar die comedian maakt dan grap over pedofilie. Uh, en nou, je weet, uh, de, de, de wappie community, hè, daar treden wij op, zeg maar. Ja. Nou, die zijn dus helemaal van die... Uh, niet allemaal, hè. Dus een klein groepje, die hebben over die pedofiele elite. En, uh, allemaal dat soort uh, conspiracies en zo. Ik persoonlijk geloof daar niet zo in. Maar zij geloven daar wel in. Hey, uh, be my guest. Uh, iedereen is welkom. Uh, weet je, dat maakt niet uit. Maar ja, het ligt heel daar ligt het echt gevoelig hè? Als je pedofiele grappen maakt, dan ligt het echt fucking gevoelig. Dat is ja. echt dat, dat doe je dat doe je dat doe je sowieso al bijna niet meer in de samenleving. Oh, je kan wel ergens in dorpen kan je dat nog wel doen en zo, maar echt echt bij bij dat soort met je kan pedofilie kan je ja. niet doen. En ik zeg niet dat het niet dat het niet kan of niet mag. Ik zeg alleen dat is ook weer een onderwerp. Ja, dat trek ik dat trekt me niet. Dat is niks voor mij, maar dat wil niet zeggen dat het niet mag of dat je het niet kunt doen. Alleen dat de grap goed is. En als het over zo'n zwaar onderwerp is, dan, moet je, dan vind ik dat je moet verbinden. Je moet raken. Het is niet een grap alleen van, ha, kijk, islam. Ha, kijk, pedofilie. Nee, je, je, moet, je, je bent aan je stand als komiek verplicht om te verbinden en te raken, vind ik. Want, Want als het zo'n zwaar onderwerp is. Nee, de helft moet walgen en de helft moet lachen. Ook. Klopt, Echt daar ben ik het ook mee eens. Maar ik je hoop raakt. Ook... Bij Hart voor Humor, als ik met de Collectief optreed. voordat we optreden, zeg ik altijd tegen luister, wij spelen 1 tegen 100. Ja. 1 tegen 100. Dus ik wil dat je sowieso twee grappen maakt. waarvan één iemand wegloopt. Maar je raakt nog steeds. Je raakt nog steeds. Ja, dus die persoon die vindt het niet tof. maar je, 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 je hebt die persoon wel geraakt. Die staat op, loopt weg. Geweldig. Ik denk, denk erover na. Ik zou liever niet willen dat ze weglopen, maar... Ik, hm. ik, ik sta daarvoor. En dat is niet commercieel. <laughs> dat is zeker niet maar commercieel. Het nee. liefst wil je dat... dat uh, als je commercieel gaat denken, dan moet iedereen het leuk vinden. Of in ieder geval de meerderheid, laat ik het zo zeggen. De meerderheid moet het leuk vinden, want dan komen ze ook terug. Maar wij zijn heel principieel. We zeggen nee, we gaan, we gaan niet pleasen. Grappen maken over alles wat dan ook kan. Ook al lopen mensen weg. En bijvoorbeeld met die pedofiele grap van die comedian. Dat is een heel stom grapje. Ik vond het een stom grapje. Maar ik ga niet als boeker, want ik ben nu een boeker. Hè? Ja. Dus ik ga niet als boeker zeggen: jij mag die grap niet maken. Wat je tegenwoordig wel hebt als boeker. Hè? Want, als je als boek... want boekers zijn commercieel. Dus die denken alleen maar: hey kut. Die comedian neemt risico. Dat is gevaarlijk. Ja, en dan gaan mensen negatief praten over de comedy club daar. En... Ja, en dan komen er geen mensen meer. En dan ben ik mijn inkomen kwijt. En dat, 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 dat nekt alle comedians, het nekt allemaal. Want waarom kun je grap maken uh, over bepaalde dingen? Bang om te cancelen. Want ja. we hebben merchandise. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, die podcast met Tishy Boy dat ik ook te luisteren. Ik, ik vind Tishy Boy een geweldige jongen. Hè? Mm -hmm. Dus hij is, hij, hij is oprecht. Mm -hmm. Ik geloof dat. Ja. Alleen er zijn twee dingen. Hij doet merchandise voor Black Bananas. Oké, okay. wist ik niet. Maar... Is gevaarlijk als comedian. Oh ja? Dat is heel gevaarlijk. Omdat? Omdat je je liliëert aan bedrijven. En bedrijven die geven geen moer om principes, schappen maken. Oh, nou, alle, niet alle bedrijven natuurlijk. Zijn zijn nou, genoeg bedrijven oud. die het wel doen, nou, natuurlijk. Ja, maar, maar die, die zijn niet groot. Die zijn... <laughs> maar ja, je, je, hebt, je hebt er genoeg natuurlijk. Maar, maar Black Bananas. Maar, ja, Kijk, als er een rel is bij Black Bananas, dat kledingmerk toch? Ja, de, de, als er een rel is, en het komt in het nieuws. Hé, hey, je bent gelieerd aan ze. Dus je kan niet grappen maken over ze. Anders ben je je merchandise kwijt. Je, 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 ja, maar ben ik een beetje ver gaan. Nee, je graaft je eigen kel. Het is echt. Kijk, ik weet of je Bill Hicks kent. Ja. Nou, dat, dat, dat is de real deal. Die zei ook: als je artiest bent, dan, dan, dan moet je geen reclame maken voor bedrijven. Dat zei hij. Ja, daar ben ik het niet dat, mee eens. Ja dat, ja, dat begrijp ik vanuit jouw perspectief. Nee, want als jij. Als het iets over black bananas is, is het niet funny, dan maak ik gewoon de joke. Het ergste wat er kan gebeuren, is dat je de deal kwijt bent. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. Ja, klopt, dat is het ergste wat er kan gebeuren. Maar dat maakt niet uit. Voor Tissy Boy maakt het nu niet uit. Je hebt genoeg inkomen, je kan uh, je een vaste achterbal. Dus je bent onafhankelijk. Ja. Dus maar, de, de, maar het gaat om de. de Oké, okay, dus je hebt black bananas. Op een gegeven moment uh, uh, komen de lockdown. Kijk, je hebt nu genoeg geld verdiend, maakt helemaal niet uit. Maar stel je voor al je inkomenlijntjes zijn dus gelieerd aan bedrijven. Ja, maar dat is gewoon niet handig. Maar da dat is wat heel veel comedians op een gegeven moment... aan het doen zijn op dit moment, hè? Ja, maar dat is gewoon niet zo slim. Nee, dat is echt dom, want je graaft je eigen kel. Dus ik, ik wil echt een, 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 een aangeven bij artiesten... als je dat doet, dan graaf je je eigen kel... Ja, niet, niet altijd. Kijk, als je compleet afhankelijk bent van de jokes, het, ene, het ergste wat er kan gebeuren is dat al die deals weg zijn, maar je zalen nog steeds gevuld zijn. Dus dat zal op zich niet zo En veel dat, dat, dat heeft Hans Stilro, bijvoorbeeld, die ook een eigen management. Ja. Die heeft een eigen. vol Jan Dien heeft dat ook, hè? Eh, Klopt. Ja. Het huis van asperaten. Eh, eh, ja. Dus de boeker, dat ben je zelf al. Ja. Dus. Wie gaat jou cancelen? De theaters, uh, Nederland vak, uh, zalen vol of niet vol? Dat is het enige wat hun interesseert. Ja, dat is nou, waar. Dat is waar ja. dus dan kan je altijd wegblijven van bedrijven. Dan ben je altijd onafhankelijk. Altijd onafhankelijk. Dus Hans Steeuwen is onafhankelijk. Uh, Jan Dino is in die zin ook onafhankelijk. Ja. Dus die hebben zo'n voorsprong in de zin van dat ze alles kunnen maken wat ze willen. Ja. Vooral Hans Steeuwen. Snap ik. Uh, ik heb nog een stelling voor je. Um, dat is de laatste stelling. Als je moest kiezen, zou je. Wil ik kwetsen omdat het mag. Dus puur omdat het mag, en kan, het kan dit doen. Vrijheid. Of zou je kiezen voor grappen vertellen? Omdat, het, omdat je dat moet. Je moet grappen vertellen. Ja, in mijn hoofd. Ik denk nu van ja, dat is toch allebei zo. Ik moet grappen vertellen. En... Nou, als je moest kiezen. Dus je, aan de ene kant ga je kwetsen. Het is geen grap, maar ik mag het doen. Of aan de andere kant, funny, leuk, grappen, maar de rest van je leven wel alleen maar grappen en grappen vertellen. Omdat, omdat je dat moet doen, dat moet. Van de wet zou je grappen moeten vertellen, bewijzen van. Uh, nou ja, als het van de wet moet, dan uh, ben ik er al tegen. Ja, shit, sweet. <laughs> dus. Uh, doe maar kwetsen, kwetsen. Uh... Je bent aan het kwetsen, ja. Uh, ik ben geen fan van kwetsen, maar ik, ik, ik zou wel graag willen dat het kan en dat het nooit veroordeeld kan worden door een rechter. Omdat dan de vrijheid van meningsuiting nooit in gevaar komt. Dus als je mag kwetsen, dan komt de vrijheid van meningsuiting nooit in gevaar. Mooi, vind ik vind een heel mooi einde om mee af te sluiten, man. Zeker. Thanks, Bedankt, bedankt dat je er was, man. Geen probleem. Peace. hou